Goedemiddag. Fijn om jullie te zien en in jullie midden te zijn. Een aantal bekende gezichten, maar toch ook wel wat onbekende gezichten. Vanmiddag met elkaar een prachtig onderwerp. Een mooi onderwerp, maar eerst iets over mezelf en over mijn gezin. Ons gezin. Janneke, mijn vrouw, zit achterin. Ze kritisch toehoorden en aan het eind hoor ik terug. Je hebt het goed gedaan of... Nee, maar fijn dat je er bent. We hebben drie kinderen van de Heer ontvangen. Tom, Vera, Jefta, 16, 14 en Jefta, 8. Dat wij hier zo zitten is als gezin is echt een bewijs van Gods genade. Wij hebben lang zonder de Heere God geleefd, tot ons 30ste. We zijn jong getrouwd, ons 22ste. Tom kwam rond ons 26ste. Als ik het afpel en heel eenvoudig maak... We deden eigenlijk maar wat. We hadden een rugzak vanuit onze traditie. En we hadden er ergens ook wel zin in. Maar wat nou werkelijk de betekenis van huwelijk en van gezin en opvoeding en kinderen. Maar gelukkig, God is heel genadig voor ons persoonlijk. Dus we kwamen tot bekering op ons 30ste. Maar we zijn ook door al die processen heen gegaan van ja, hoe was eigenlijk onze relatievorming? Hoe was ons huwelijk nu? Hoe gaan wij om met onze kinderen? En we hadden eigenlijk nog nooit echt de Bijbel erbij gepakt van ja, je kent de 10 geboden, maar... Maar we hebben ontdekt dat de Bijbel en Gods woord zo mooi is om ook in de opvoeding toe te passen. Naar je eigen hart, maar ook naar het hart van onze kinderen. En dat is ook wel een beetje de basis geweest van Hart voor het Gezin. Dat kwam eigenlijk samen met de ontwikkeling vanuit de Hartkraai. Bediening dat we zagen na al die jaren conferenties, onderwijs geven, dat er een steeds grotere groep ouders ook was. Kinderen die ook een behoefte hadden om toegerust te worden. Paul Washer heeft ons daar ook enorm visie op gegeven bij geholpen. En die twee kwamen wat samen en ook samen met Arjan hebben we erover nagedacht. Dat hebben we platform Hart voor het Gezin opgericht. En ik spreek dus persoonlijk als Job, maar ik spreek ook wel als eindverantwoordelijke voor Hart voor het Gezin. Dus vandaar dat het in dat jasje zit. Nou, moet je meer weten van Hart voor het Gezin, dan moet je maar eens op de website kijken of naar mij toekomen. Dus toerusting van Godvrezende relaties, gezinnen en singles. Als ik naar mijn eigen leven kijk, heel veel gedaan zoals God het eigenlijk niet bedoelt. Maar de godsgenade in de missie gezet en gered en ontdekt afgelopen 12 jaar van hoe mooi is het om hier samen aan te werken en het te doen zoals God heel graag wil. In alle beperking. En het is een groot en kwetsbaar onderwerp. Ik kan bij wijze van spreken 100 zijpaadjes nemen en daar een uur over praten. Het is zo groot en Arjan zei ook al iets over de kwetsbaarheid. We hebben allemaal te maken met een gezin, we komen uit een gezin. We hebben herinneringen over een gezin, positief of negatief. We vormen wellicht nu een gezin. Misschien is je gezin niet geworden wat je graag zou willen, want ik zie ook een aantal ouderen onder ons zitten. Dus ik hoop dat ik echt recht doe aan al die aspecten vanmiddag, maar ik kan er niet helemaal uitvoerig op ingaan. Ik hoop op jullie begrip. Het is best veel informatie. We doen ook wat interactie tussendoor. De presentatie komt uiteraard naar jullie terug toe. En ik ga vanmiddag ook geen succesmodel uitreiken. En zoals het woudlopershandboek van Kwik, Kwek en Kwak. Van je hebt situatie A en dan doe je B en dan heb je C en dan... Daar ben ik al achter en daar is de Bijbel duidelijk, dat is er niet. Elke situatie is uniek. Elke gezinssituatie is uniek. Maar er zijn wel principes die God ons wil aanreiken. In een huwelijk en in een gezin. En daar willen we graag mee aan de slag. Zodat je dat kan toepassen in de situatie waar je in zit. Het is ontmoedigend nieuws. Daar sluit ik een beetje net voor de pauze mee af. Een beetje ademhalen en dan na de pauze gaan we met het bemoedigende nieuws verder. Maar we leven wel in een tijd die best ingewikkeld is en is geworden en nog ingewikkelder wordt. Ongetwijfeld zijn er ook singles onder ons die nog voor een relatie staan. Misschien een relatie hebben meegemaakt die gebroken is. Of alweer een kinderen zijn wellicht het huis uit. Hè? En dan meer grootouders zijn. Dat is weer een heel andere fase. Maar ik vind het altijd mooi... Als je kijkt naar het singelschap en ook wat Jesaja 54 vers 1 zegt. Uiteindelijk, het is prachtig als God ons biologische kinderen geeft. Is ook een mooie opdracht. Hebben we weinig aandacht meer voor in het Westen. Maar uiteindelijk gaat het om geestelijke kinderen, zegt Jesaja 54 vers 1. Degene die niet gebaard hebben, maar toch geestelijk werk hebben voortgebracht. Dus ook een bemoediging voor de singles vanmorgen. Juist ook in het huisgezin van God. Tegen de gezinnen aan zijn het zulke belangrijke steunpilaren om ook als ouders op te kunnen leunen en met elkaar op te trekken naar die hemelstad, toch? En daar gaat het allemaal om. Dat we daar aankomen met onze gezinnen.
Mocht je vragen hebben, begripsvragen, gewoon tussendoor. En dat is alleen maar prettig. Even gewoon een spontane vraag. Geloofsopvoeding of godvrezende gezinnen. Wat roept dat bij jullie, wat roept dat op? Doe eens, even zo spontaan. Zweten, sorry. Ja. Toerusten, onderwijs geven. Sorry? Gebed. Voorleven. Voorleven. Je wilde iets zeggen, dacht ik, of niet? Nee. Oh, sorry. Jezus navolgen. Heere, wees ons genadig. Ben je vader of niet? Ja. Kijk, de praktijk. Is het een last of een lust? Beide. Zeg je? Last, lust. Lastige lust, kijk. Dat vind ik een hele mooie. Dat wordt de titel van de volgende keer. Voelen het wel ergens aan. Hè? Je voelt, het is iets prachtigs, maar de praktijk en misschien ook wat gezin waar je uitkomt. Dat je zegt, is dit het nou, Heer? Is dit uw model? Is dit hoe u het allemaal gemaakt heeft? Ik wil eigenlijk drie dingen doen vanmiddag. Waarom is geloofsopvoeding, waarom zijn godvrezende gezinnen zo belangrijk? Wat zit daar voor visie achter, voor gedachten achter? Want ik denk als we daar te snel overheen stappen en we gaan heel erg naar deze tijd, dat een hele grote plek heeft vanmorgen. Maar ik denk zelf als we iets kunnen proeven van waarom vindt God geloofsopvoeding zo belangrijk, dat ons een enorme stimulans geeft om ons daarop te richten. Ook als we vanmiddag weggaan en ik hoop dat je er al mee bezig bent. Maar dat je weer een nieuwe impuls hebt om te zeggen, van hier willen we echt als gezin voor gaan. Dan wat voor tijd leven we? Een beetje rond de pauze rond ik dat af. Dan zou ik heel graag ook Gods belofte en wat hij ons aan hulp wil geven, dat punt, daarbij willen doen. Maar dan wordt het blok te lang. Dus ik doe de break voor dat gedeelte. En als laatste word ik wat praktischer, wat concreter van hoe kan ik dat nou doen in de praktijk? Nou, ik kan geen uitgebreide pedagogische opvoedingslessen geven. Ik ben zelf ook nog onderweg. Maar wel wat handvatten van waar kan je nou concreet mee aan de slag thuis. Dus je zou kunnen zeggen, het gezin, wat geeft God ons voor een visie van boven? Waarom zegt hij dat het zo belangrijk is en moedigt hij ons aan om ermee aan de slag te gaan? Dan de druk van buiten en hoe vertaal je dat eigenlijk nou binnen in je gezin samen als man en vrouw en misschien ook wel als alleenstaande met kinderen. Dat weet ik niet of zij er vanmorgen zijn. Je zou kunnen zeggen, visie uit de hemel, door woord, door de Heilige Geest, met de druk van buiten, de wereld die iets anders aanbiedt, naar onze gezinnen. Dat is een beetje de drieslag voor vanmiddag. Voor degene die van structuur houden, daar probeer ik me een beetje aan te houden. Goed, als eerste, waarom geloofsopvoeding? Doe eens even. Waarom is het nou zo belangrijk om daaraan te werken? Voeding. Voeding? Zeg je? Voeding. Voeding. En waarom is voeding belangrijk? Groei van. Bedoel je dan nageslacht? Nee. Niet? Nee. Gezinsleden groeien in God. Ja, dat gezinsleden groeien in God. Nog iets anders? Nog iemand anders? Zeg het nog eens een keer. Eerste zendingsveld. Missie. Opdracht. Dit is een oude kleitablet. Het is niet zo dat ooit iemand ergens in Mesopotamië ronddwaalde en iets vond en daar gezin, en wat tips. En die dacht van, laat ik dat maar eens in praktijk gaan brengen. Dat is heel belangrijk om te beseffen. Het gezin is iets wat God heeft gegeven aan ons als mens. Wat niet door ons verzonnen is, of door de wetenschap, of door een briljante filosoof, maar het is een concept, een architectuur die God aan ons heeft gegeven, in de schepping heeft gelegd. En er zijn eigenlijk vier redenen, vier doelen zou je kunnen zeggen, waarom God geloofsopvoeding, godvrezende gezinnen aanmoedigt en daarna verlangt. Als eerste wil hij dat onze kinderen aanbidders worden, missieveld, zoals je zei, discipelschap. Hij wil dat ons huwelijk en ons gezin, soms gebruik ik die twee wat bij elkaar, maar ik zal de focus echt op gezin leggen,
Vertolk iets van het hart van God, het concept van God. Hoe hij in de drie-eenheid werkt en leeft, zou je kunnen zeggen. Vaders, moeders, het helpt ons enorm om op de Heer Jezus te lijken, toch? Kies een levensgezel, heeft iemand wel eens gezegd, dan word je gevormd. Maar als God je kinderen geeft, dan maak je borst maar nat. En het is een heel belangrijk evangelisatiemiddel. Dat beseffen we denk ik onvoldoende. Het is zo'n belangrijk evangelisatiemiddel. Een middel om de Heer Jezus te laten zien in deze samenleving, om een licht te zijn. Dus vier mooie doelen om die helden te hebben vanmiddag en om visie te hebben naar de toekomst. Als eerste, ik loop ze alle vier kort even langs. Genesis 1, vers 29. Wie weet wat de Heere God daar zegt? Of schrijft over zichzelf eigenlijk? Gaan we even je Bijbel zoeken? Laat ons mensen maken. Ja? En dan, dat andere stukje? Wees vruchtbaar en word talrijk. En wat zegt hij? Nadat de zondvloed is geweest en Noach een nieuwe start mag maken, wat zegt hij dan? Blijf op je plekje. Precies hetzelfde. Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Waarom? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waarom zegt God, vervul de aarde? Hij zegt, ja, zorg voor nageslacht, zegt hij. Word talrijk. Je zou bijna kunnen zeggen, krijg zoveel mogelijk kinderen als je zou kunnen krijgen. Dat is ook weer een gevoelig thema. Geboorteplanning, hoe groot zijn onze gezinnen? Geef God ons kinderen. Wijsheid versus bijsturen. Zo'n zijpaadje, kan je de hele avond met elkaar over praten. Dat gaan we een klein beetje straks wel doen. Maar Gods verlangen was dat die hele aarde, heel de globe, vervuld zou worden met mensen. Nou, hoe dat precies was voor de zondvloed. Waarschijnlijk zat alles wat meer aan elkaar dan wat dat nu is. De effect van de zondvloed met het water heeft natuurlijk iets gedaan met die aarde. Maar God wilde dat overal mensen zouden wonen. Nou, wat was zijn verlangen? Waarom wilde hij dat? Vereer van zijn naam. Ja, ik heb zelf het idee dat God die aanbidding zo wilde organiseren op de aarde dat het altijd levend was, altijd voor zijn aangezicht. Dus ook al waren er delen van de aarde donker, dat de mensen sliepen en zeker zijn kinderen sliepen. Maar dat aan een andere deel van de aarde, daar waar het licht was, de aanbidding door zou gaan. Nou, je mag er met me over discussiëren, maar God wilde aanbidding door de mensen heen over heel de aarde. En daar mogen we aan meewerken. We mogen meewerken aan aanbidding door in onze gezinnen met Gods woord te investeren. En dat, dan zijn we medearbeider. Dan zijn we coworker met God in het hart, aan het hart van de kinderen die de Heer aan ons gegeven heeft. Of adoptiekinderen, zou je ook kunnen zeggen. Om te zorgen dat ze wortelen in Christus, dat ze geconnect worden met de Heer Jezus. En dat ze voor Hem gaan leven, dat ze Hem gaan aanbidden, dat ze Hem eer gaan bewijzen. Dat is Gods diepe verlangen, allereerst met het gezin. En alles wat wij doen als ouders, in de interactie, in het optrekken met hen, mag dit doel dienen. En dan zijn er vier dingen zo belangrijk. Onze kinderen zijn zondaren. Nou, dat is wel een beetje onze theologische lijn. Dat weten jullie wel. Dit kan al heel veel discussie geven. Het zijn toch mooie, blanke, velle papier, onbeschreven. En ja, afhankelijk van wat ze meemaken, ontwikkelen ze zich verkeerd of ontwikkelen ze zich goed. Ik denk dat de Bijbel heel duidelijk is. Dat uiteindelijk ons hart zondig is. Ook het zondige hart van het kind. En dat ze Christus nodig hebben. Een van de lessen die wij ook echt moesten beseffen is, ze zijn uiteindelijk niet van onszelf. Kinderen zijn niet van onszelf, ze zijn van God. En heel je vaderhart en je moederhart zegt, ja, maar ze zijn wel van mij. Amen, want God heeft je gegeven. Maar tegelijkertijd zijn ze niet jouw uiteindelijke eigendom, ze zijn van God. En wij hebben gezien dat dat zo bevrijdend is. Dus het ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid. Je gooit alles in de strijd. Maar tegelijkertijd, Heer, het is uw werk. Het is uw werk in het hart van onze kinderen. En als wij met ouders met lege handen staan, en misschien heb je er al een paar rondlopen thuis, dat je, hoe doe ik dat? Zeg, oké, Heer, ze zijn van u. Wilt u ons vandaag weer helpen om ze op te voeden zoals u graag wil? Want ze zijn van u. Geef zoveel lucht, geef zoveel ruimte om het samen met God in onze gezinnen te mogen implementeren. Dus,
De missie van ons als ouders ligt echt allereerst in ons gezin. Naast je persoonlijke relatie met God is je huwelijk en je gezin staan op top nummer 1, 2, 3. Nou, dat is ook weer zo'n zijpaadje. En er is veel ruimte voor singles, daar heb ik al iets over gezegd. Zo mooi als een gemeente daar oog voor heeft. Dat onderdeel van de gezinnen, huisgezinnen, ook de singles daar een plek krijgen. Een warme connectie met hen. En dat ze mee mogen dragen, dat ze soms ook kunnen inspreken in een gezin. Mee kunnen dragen met hun gaven en talenten. Nou, dit is mijn diepe verlangen, ook voor mijn eigen kinderen. Dat al onze, mijn kinderen, door de Heer onderwezen zullen worden. En de vrede van uw kinderen zal groot zijn. En de andere tekst, 1 Johannes 3, vers 4. Ik heb geen grote blijdschap. Dit vind ik zo'n mooie tekst. Hier kan ik echt soms 's nachts mee wakker worden. En dan zegt Johannes, hè, dat zijn niet zijn fysieke kinderen waar hij dat tegen zegt. Maar zijn geestelijke kinderen. Die heeft voort mogen brengen. Ik heb geen grote blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Herkennen we dit? Toch? Het is heerlijk als je kinderen ontplooien in de samenleving, hun ding kunnen doen, dat ze een goede band kunnen aangaan met anderen, dat ze een baan vinden, dat ze misschien aanzien krijgen, is echt fantastisch. Maar dit is het belangrijkste. Dat je weet dat ze in de waarheid wandelen. Dat geeft de grootste vreugde voor een kind van God, als hij dat ziet. Bij zijn kinderen, bij zijn familie en bij zijn, eigenlijk iedereen waar hij mee optrekt. Dit geeft zo'n heerlijke vreugde. Een mooie definitie van professor Dr. Waterink, bekend pedagoog. De vorming van het mens tot zelfstandige, God naar zijn woord dienende persoonlijkheid. Dus de inspanning van geloofsopvoeding leidt daartoe. Geschikt en bereid, dus toegerust zou je kunnen zeggen. Al de gaven die hij van God ontving te besteden tot eer van God en tot heil van het schepsel. Tot dienstbetoon van zijn medemens in alle levensverbanden waar God hem plaatst. Nou, hier kan je al een hele middag op kouwen. Dan de tweede, dus allereerst doel: God verlangt naar aanbidding. Dat onze kinderen op jonge leeftijd zijn naam belijden. En dat dat zodanig geworteld blijkt te zijn in de tienertijd, naar de volwassen tijd, dat de werkelijke overgave is en ze de Heer met heel hun hart dienen. Niet omdat hun ouders het zeggen, maar omdat ze het zelf willen. Tweede is dat het gezin, het huwelijk, laat iets zien van God in deze samenleving. De tekst werd net al gezegd. God schiep de mens naar zijn beeld. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Genesis 1, vers 27. Ik zou zo graag in het begin van de schepping erbij hebben willen zijn. Van hoe is de Heere God nu op het concept van de mens gekomen? En dan twee mensen en dan samen en dan kinderen. Want God had geen replica, toch? Het is gewoon zijn magnificent, zijn onvoorstelbare wijsheid, heeft hij dit gewoon dat concept uitgedacht en heeft hij zichzelf uit willen drukken. Want ja, naar zijn beeld geschapen, misschien heb ik daar nog niet eens echt is goed over nagedacht, maar wat is dat dan? Dat beeld van God. Niet fysiek. Toch, God loopt niet als mens in de hemel. Ja, de Zoon van God natuurlijk wel, nu. Maar toen, dat was niet een mens. Dus het is niet de fysieke uitdrukking van God in het mens zijn van Adam en Eva. Maar het is zijn karakter. Hij heeft zijn karakter af willen beelden, af willen stempelen in de man, in de vrouw, in het huwelijk en in het gezin. Niet fysiek en ook niet zodanig dat we nu kunnen zeggen, de man, dat is een afspiegeling van God de Vader, de vrouw, moeder, afspiegeling van de Zoon en dan de kinderen zijn de Heilige Geest. Nee, zo niet. Maar wel hoe zij met elkaar omgaan. Hoe hun verhouding tot elkaar is. Hoe de harmonie van het samenwerken met God in de drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot uiting komt in een huwelijk en in een gezin. Dat is Gods diepe verlangen. Dus de manier waarop de Vader omgaat met de Zoon en de Heilige Geest, de Zoon in het middelpunt zet, die interactie, die liefde, die wijsheid, dat geduld, alle eigenschappen van God, die wil hij afdrukken in onze samenleving. Dat is zijn oorspronkelijke doel geweest, om dat op aarde te laten zien. En Ted Tripp, het boek kom ik zo nog wel even op, zegt dat het gezin een microcosmos is. Dus God in het klein, als ik dat eerbiedig zou mogen zeggen. Dus hoe de drie eenheid met elkaar interacteert en samenwerkt. Dat heeft God in de schepping willen geven. Dat is mooi, hè? Dat is toch mooi? Harmonie. Dus dat beeld drukt uit de
onderlinge, harmonieuze, interpersoonlijke relatie tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo wil God dat man en vrouw met hun kinderen met elkaar omgaan. Lat ligt hoog. Hij wil dat ze volkomen gelijkwaardig zijn, ethisch, moraal. De een is niet meer dan de ander. Een man is niet meer dan de vrouw in de zin van waarde. Volkomen gelijkwaardig. Maar er is wel verschil in rol en gezag. Efeze 5. Er zijn rollen, er is een gezagstructuur. Dat is er trouwens ook bij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hey, Jezus deed alles om de wil van de Vader te doen. En de Heilige Geest zegt, ik zal het uit het zijne nemen en het hem verkondigen. En het jullie verkondigen. Dus je ziet dat er een manier van samenwerken, een manier van gehoorzaamheid is binnen de drie-eenheid die God ook op deze aarde wil afspiegelen, wil laten zien. Dus je zou kunnen zeggen, het huwelijk en het gezin zijn een stempel van God op de aarde. En op die manier kan God genieten van wat hij zelf heeft gemaakt. En wij kunnen genieten met hem. Dat is echt mooi. Dat is waarom hij met Adam wandelde. In de hof. En genoot van zijn werk. En genoot toen ze samen, dat hij die vrouw mocht geven aan hem. Helaas kwam de zondeval. Maar nog steeds is het God verlangen dat hij dat terug gaat vinden in onze gezinnen. Dit. En dan geniet hij. Dan geniet God. Dan wordt hij blij. Ook al weet hij de norm. Zoals ik ben in mijn drie-eenheid. Zoals ik omga, zal je nooit halen. Alleen daar is die heerlijke genade. Daar is dat verlossende werk van de Heer Jezus. Om ons daarin stapje voor stapje als ouders toe te rusten. Om dat steeds beter te kunnen doen. Ik wilde deze toch even noemen. Zoals God zegt dat een man en een vrouw de afspiegeling zijn van Christus en de gemeente. Zo heeft God ook het huwelijk ingesteld. Gaat het vanmiddag niet over. Maar ook het huwelijk heeft zijn diepe wortels in de visie van God. Snap je nu waarom het zo onder druk staat? Is niet zomaar, hè? Is niet zomaar even een cultuurswitch of iets in de tijd en waait wel over. Maar het heeft te maken met deze visie. Waarom het huwelijk en gezin zo onder druk staan. Derde punt. Dus ik heb er twee genoemd. Dat is aanbidding. Dat onze kinderen, wij tot aanbidding komen. Dat God in de manier waarop hij dat heeft georganiseerd iets terug ziet komen van zichzelf. Het karakter van God. En dan de derde is dat ons gezinnen, onze kinderen, onze vrouw, onze mannen ons helpen om op de Zoon, de Heer Jezus, te gaan lijken. Nou, daar kunnen we ook al een middagje over praten. Wat ik de afgelopen 10 jaar al niet heb moeten leren als man, als vader. Maar het is heel mooi om hieraan te werken. Want hoe kan ik elke kans, elke beproeving in mijn huwelijk en in mijn gezin zien als iets waar God mij verder wil vormen en op zijn Zoon wil laten lijken? Vrucht van de geest, juist ook in de gezinnen, juist ook in het optrekken met onze kinderen, juist ook door die onwijze moeilijke momenten die we soms hebben, dat we kunnen kiezen, laten we het kruis werken in ons leven, of gaan we voor onszelf? Want het is een proces wat God in ons hart doet, maar hij vraagt wel bereidwilligheid, hij vraagt wel medewerking om inderdaad dat karaktervormende proces in ons hart te doen. En kinderen halen soms het bloed onder onze nagels vandaan, toch ouders? Ik heb het je toch al 20 keer gezegd. Dat zijn nou al die momenten wil God gebruiken om ons te vormen en om hen te vormen. Paulus zegt in 2 Korinther 2 vers 14, dat is het laatste, van de doelen, van het waarom, dat we op elke plek de geur van Christus, de geur van de Heer Jezus bekendmaken. En ons gezin is zo'n belangrijk middel om de Heer Jezus te laten zien in deze verloren samenleving. En dit is allereerst leven. Dit is niet iets doen. Dit is wat God aan ons heeft gegeven als ouders, samen met onze kinderen gaan ontdekken. Hen naar aanbidding leiden. Dat karakter van God weerspiegelen in ons huwelijk en ons gezin. En als een ongelovig iemand daar instapt of daarmee in aanraking komt, dat doet iets. Ga daar maar echt van uit. En dat wordt alleen maar meer. Wij hebben hier het voorrecht dat we een wat grotere tafel kunnen dekken in dit gebouw. Op dinsdag en donderdag eten we dan wat samen. Dus buiten ons, samen met de gezinnen en studenten. En regelmatig mensen die aan tafel stappen en die zeggen, het is voor mij zo lang geleden dat ik een keer gegeten heb. Zonder ruzie. Kan je je voorstellen?
Dat ze iets van de liefde van de Heer Jezus proeven. En mooi als je daar de Bijbel bij kan pakken. En dat je onderwijs kan uitdelen. Maar gewoon liefdevolle gezinnen. De interactie tussen man en vrouw. Het vergeving kunnen vragen en vergeving kunnen ontvangen. Dus Gods principes, Gods karakter. Doe iets met mensen. En ze zullen niet altijd tegen je zeggen. Maar er zijn zoveel getuigenissen dat die plek van het gezin, de plek van het huwelijk, iets gedaan heeft in het hart van mensen. Want het is echt. Ze zijn echt. Ze zijn echt nederig. Ze zijn echt vol liefde. En als ze fouten maken, ze komen er gewoon op terug. En ze gebruiken ook gewoon nog de maaltijd aan tafel met elkaar als gezin. Wij realiseren soms helemaal niet meer hoe mooi dat is en uniek. Ik weet niet of je het doet. Ik zou zeggen, stimuleer het minimaal één maaltijd wel met proberen met het gezin bij elkaar te hebben. Is redelijk uniek. Maar het is mooi om dat met elkaar te doen. De geur van zijn kennis. En daarnaast, zou ik zeggen, mag je het ook in praktijk brengen door te kijken van waar kan ik met mijn gezin dienen? Kunnen we misschien jongeren in ons huis halen? Ik kan in zoveel tijd eens wat mensen mee laten eten. Iets wat je aan kan en wat de draagkracht van je gezin niet te boven gaat. Of misschien voor iemand helpen. Binnen de kerk, buiten de kerk. Ons gezin is zo'n mooi middel om de Heer Jezus te laten zien. Hiervoor hoef je niet naar het zendingsveld, toch? Het is mooi als God je roept voor het zendingsveld. Of voor de evangelisatie. Maar allereerst, ons huwelijk en gezin, laten we echt iets van Christus zien. Om dat steeds beter te kunnen doen. Ik wilde deze toch even noemen. He, zoals God zegt dat de man en de vrouw een afspiegeling zijn van Christus en de gemeente. Zo heeft God ook het huwelijk ingesteld. Gaat het vanmiddag niet over. Maar ook het huwelijk heeft zijn diepe wortels in de visie van God. Snap je nu waarom het zo onder druk staat? Is niet zomaar, hè? Is niet zomaar even een cultuurswitch of iets in de tijd en waait wel over. Maar het heeft te maken met deze visie. Waarom het huwelijk en gezin zo onder druk staan. Derde punt. Dus ik heb er twee genoemd. Dat is aanbidding, dat onze kinderen, wij tot aanbidding komen. Dat God in de manier waarop hij dat heeft georganiseerd iets terug ziet komen van zichzelf. Het karakter van God. En dan de derde is dat ons gezinnen, onze kinderen, onze vrouw, onze mannen ons helpen om op de Zoon, de Heer Jezus, te gaan lijken. Nou, daar kunnen we ook al een middagje over praten. Wat ik de afgelopen 10 jaar al niet heb moeten leren als man, als vader. Maar het is heel mooi om hieraan te werken. Want hoe kan ik elke kans, elke beproeving in mijn huwelijk en in mijn gezin zien als iets waar God mij verder wil vormen en op zijn Zoon wil laten lijken? Vrucht van de geest, juist ook in de gezinnen. Juist ook in het optrekken met onze kinderen. Juist ook door die onwijze moeilijke momenten die we soms hebben. Dat we kunnen kiezen, laten we het kruis werken in ons leven of gaan we voor onszelf? Want het is een proces wat God in ons hart doet. Maar hij vraagt wel bereidwilligheid. Hij vraagt wel medewerking om inderdaad dat karaktervormende proces in ons hart te doen. En kinderen halen soms het bloed onder onze nagels vandaan, toch ouders? Ik heb het je toch al 20 keer gezegd. Dat zijn nou al die momenten wil God gebruiken om ons te vormen en om hen te vormen. Paulus zegt in 2 Korinther 2 vers 14, dat is het laatste, van de doelen, van het waarom, dat we op elke plek de geur van Christus, de geur van de Heer Jezus bekendmaken. En ons gezin is zo'n belangrijk middel om de Heer Jezus te laten zien in deze verloren samenleving. En dit is allereerst leven. Dit is niet iets doen. Dit is wat God aan ons heeft gegeven als ouders, samen met onze kinderen gaan ontdekken. Hen naar aanbidding leiden. Dat karakter van God weerspiegelen in ons huwelijk en ons gezin. En als een ongelovig iemand daar instapt of daarmee in aanraking komt, dat doet iets. Ga daar maar echt van uit. En dat wordt alleen maar meer. Wij hebben hier het voorrecht dat we een wat grotere tafel kunnen dekken in dit gebouw. Op dinsdag en donderdag eten we dan wat samen. Dus buiten ons, samen met de gezinnen en studenten. En regelmatig mensen die aan tafel stappen en die zeggen, het is voor mij zo lang geleden dat ik een keer gegeten heb. Zonder ruzie. Kan je je voorstellen? Dat ze iets van de liefde van de Heer Jezus proeven. En mooi als je daar de Bijbel bij kan pakken. En dat je onderwijs kan uitdelen. Maar gewoon liefdevolle gezinnen. De interactie tussen man en vrouw. Het vergeving kunnen vragen en vergeving kunnen ontvangen. Dus Gods principes, Gods karakter. Doe iets met mensen. En ze zullen niet altijd tegen je zeggen.
Maar er zijn zoveel getuigenissen dat die plek van het gezin, de plek van het huwelijk, iets gedaan heeft in het hart van mensen. Want het is echt. Ze zijn echt. Ze zijn echt nederig. Ze zijn echt vol liefde. En als ze fouten maken, ze komen er gewoon op terug. En ze gebruiken ook gewoon nog de maaltijd aan tafel met elkaar als gezin. Wij realiseren soms helemaal niet meer hoe mooi dat is en uniek. Ik weet niet of je het doet. Ik zou zeggen, stimuleer het minimaal één maaltijd wel met probeer met het gezin bij elkaar te hebben. Is redelijk uniek. Maar het is mooi om dat met elkaar te doen. De geur van zijn kennis. En daarnaast, zou ik zeggen, mag je het ook in praktijk brengen door te kijken van waar kan ik met mijn gezin dienen? Kunnen we misschien jongeren in ons huis halen? Ik kan in zoveel tijd eens wat mensen mee laten eten. Iets wat je aan kan en wat de draagkracht van je gezin niet te boven gaat. Of misschien voor iemand helpen. Binnen de kerk, buiten de kerk. Ons gezin is zo'n mooi middel om de Heer Jezus te laten zien. Hiervoor hoef je niet naar het zendingsveld, toch? Het is mooi als God je roept voor het zendingsveld. Of voor de evangelisatie. Maar allereerst, ons huwelijk en gezin, laten we echt iets van Christus zien. Misschien even een kort momentje voor samen. Als je niet naast iemand zit, zoek even iemand op. Deze laatste, hè, dat als het ware een broedplek van voor evangelisatie, voor dat huwelijk en dat gezin te laten zien. Of als je zegt, van, ja, dat is eigenlijk wel nieuw. Zo heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Zou je daar samen even over kunnen praten? Misschien met 2-3-tallen. Even 5 minuutjes. Zoek even wat mensen op van. En misschien zeggen we, nou, er komt wel spontaan een idee bij me op hoe we dit wat meer in praktijk zouden kunnen brengen. Nou, prachtig. Doe eens even. Even 5 minuutjes. Dat laatste punt. Goed, mooi. Even een intermezzo. Wie zou er iets even kort willen delen? Wat was een verwonderpuntje? Wie zegt dat heeft me wel op een idee gebracht of een stukje bewustzijn dat eigenlijk zo is?
Het was allemaal scherp bij jullie, of niet? Iemand iets delen? Wat hij net besproken heeft, waarvan hij zegt van... Oké, okay. Is nog under construction. Ja, dus echt praktisch iets doen. Mooi. Dus dan gaan jullie straks in de auto verder over nadenken. Een lijstje maken. Mooi, ja. Goed. Ik moet ook een beetje op de tijd letten. Maar we hebben 4 doelen. 4 why's zou je kunnen zeggen. Van waarom God verlangt naar godvrezende gezinnen en geloofsopvoeding zo belangrijk is. Onze kinderen moeten Christus leren kennen. Het is afspiegeling van het hart, van het karakter van God. Godvrezende gezinnen helpen ons als ouders om gevormd en op de Heer Jezus te lijken. En het is een belangrijk evangelisatiemiddel. We zouden dus kunnen concluderen, geloofsopvoeding dient een hoger geestelijk doel. En God is onze medestander. Hij verlangt naar deze missie voor de wereld. Dat we hierin mogen investeren. Dus ondanks alle uitdagingen en misschien het nest waar je zelf uitkomt, wat jou niet heeft toegerust om dit te implementeren, is God je medestander. En staat Hij achter je om ons en jou hierbij te helpen. En we weten, we zijn onvolmaakt, we schieten tekort. Maar zoals ik zei, God wil ons helpen om stapje voor stapje beter te worden, dingen te implementeren, hulp te vragen, te leren van onze fouten. Maar er zijn veel kapers op de kust. Het is niet eenvoudig om op te voeden in deze tijd. Dat was het al nooit, want dat is altijd een uitdaging geweest. Maar het wordt er niet makkelijker op met de tijd waarin we leven. Dat is mijn tweede deel van de boodschap. Daar ga ik snel naartoe. Wat voor tijd leven we? Even spontaan. Hoe zouden jullie het klimaat van waar deze doelen van God in gerealiseerd moeten worden, zou je kunnen zeggen? Hoe is dat ten opzichte van het gezin en van het huwelijk? Wat voor woorden zou je daaraan geven? Wat komt er spontaan bij je op? Onmogelijk. Onmogelijk. Wat denk je? Jorik. Niet bijbels. Geen fundament. Geen fundament. Iedereen voor zichzelf, individualistisch. Vijandig. Verwarring. Dus niet alleen neutraal, maar ook ergens iets tegen, iets anti. Verwarring. Op je gevoel, emoties. Destructief. Digitaal. Hoeft. Is dat positief voor je? Negatief? Neutraal? Meestal negatief. Sorry, wat zei je als laat? Kan is positief, ja. Dus kansen en maar ook risico's. Ja. We zeggen nogal wat, hè? De tijd waarin we leven. Het is best aangrijpend. Dit gedeelte is echt aangrijpend. Ik, omdat je het al een paar keer hebt gepresenteerd, raak je er soort aan gewend. Maar het is eigenlijk iets waar je niet aan wil wennen als je dit onder ogen ziet. Dus het is wel even een half uurtje, 20 minuutjes, waarin we best veel langs krijgen wat er om ons heen aan de hand is. En het is natuurlijk niet nieuw, Salomo zegt dat ook. Hè? De zondeval heeft echt destructiviteit in de schepping gebracht. En er is een oorlog tussen het slangenzaad en de vrouw. Maar juist ook op godvrezend nageslacht, godvrezende kinderen van God, dan wel voorkomen dat ze tot bekering en tot geloof komt. Nou, misschien kan je daar wel van getuigen, ook uit je eigen leven. En dat zien we juist in deze tijd, dat zich kan tegen huwelijken en gezinnen. Want verwoest een huwelijk en een gezin en je verwoest een generatie die daarna komt. En godvrezende gezinnen zijn het medicijn van deze samenleving. Ze brengen visie, ze brengen stabiliteit. En ze brengen iets groters dan wat we alleen maar met onze blote ogen zien. En een heel mooi voorbeeld is de stamboom van Jonathan Edwards. Ik heb niet de tijd om hem helemaal uit te werken. Je moet maar eens even googlen. Het onderzoek is betrouwbaar. Ik heb het getoetst. Sommigen die stellen een aantal kleine uitkomsten ter discussie. Maar hier is het leven van Jukes, Mike Jukes, tegenover dat van Edwards gezet. Edwards, een godvrezende vader, samen met zijn vrouw, hebben enorm mooi nageslacht door de genade van de Heer ter wereld mogen brengen. Met presidenten, professoren, maar ook mensen met praktische aard. Maar een groot godvrezend nageslacht met impact
op heel Amerika en daarbuiten, zelfs nu nog, lezen we ze werken. En dat hebben ze afgezet tegen Mac Jukes, een hoererende dronkaard die geen visie had en maar eigenlijk deed wat hij wilde doen. En ze hebben dat eens uitgeplozen. Nou, we zien het rechts dat het een verschrikkelijke opbrengst is geweest. Dus het is zo belangrijk om na te denken, visie te hebben. Hoe gaan wij om met onze kinderen, met ons nageslacht, als we dat mogen hebben? En daarom richt juist de boze pijlen op het fundament in onze samenleving. Heftiger, gemener en openlijker dan die ooit heeft gedaan. We zouden dus kunnen zeggen, het is een fundamentele zaak. De fundamenten worden omvergegooid, zoals David in Psalm 11, vers 3 zegt. En daar roept hij het uit, zegt hij, voorzeker de fundamenten worden omvergehaald. En als ware de conclusie, dat kan ook jouw conclusie vanmiddag zijn, wat kan de rechtvaardige nog doen? Wat kunnen we daar nou nog tegen doen? Persoonlijk, als ouders, of als gemeente, of als Philadelphia Bijbelschool. Wat kunnen we nog doen als we dit over ons heen zien komen? Nou, dat is Davids uitroep. En dat is ook als mijn uitroep. Heer, wat moeten we hier nou mee? Gelukkig hoeven we die vraag niet onbeantwoord te laten. En ik gebruik dit modelletje, dat heb ik van Philip Noon overgenomen. En om even de tijd te schetsen waar we in leven. Ik doe even gewoon even onderdompelen in de tijd waarin we leven. En ik gebruik deze as. Dat je zou kunnen zeggen, grofweg tussen de geboorte van de Heer Jezus, de kribbe, en 1700 hadden we te maken met een objectieve waarheid. Objectief betekent buiten jezelf. Het woord van God, de priester, de kerk. En die vertelde wie jij was en die vertelde ook hoe je moest leven. Met alle beperkingen, met alle ontsporingen daarin. Want er zijn ook vreselijke dingen gebeurd met het woord van God in de hand. Maar de norm voor jouw leven en wie jij was en hoe je behoorde te leven, lag buiten jouzelf, werd jou helaas vaak opgelegd. Maar was wel een standaard, een norm over goed en over fout. Of over dit doe je niet. En natuurlijk, we weten, er waren grote ontsporingen, ook in de Romeinse tijd. Maar uiteindelijk ging de slinger van de klok ging weer terug. Waar we toen in terecht kwamen, zou je kunnen zeggen, wat de overhand kreeg, was veel meer het denken, feiten, ratio. Dus niet zozeer, ik geloof in een hogere standaard. Maar er is een objectieve, te berekenen feit, een waarheid. En daarom is het dus zo. Dus veel meer wat je ziet, veel meer wat je kan uitrekenen. Dat is waar. Het denken zit hier heel sterk in. Dus van geloven, naar denken, naar voelen. In die tijd zitten we nu. Postmodernisme. De woorden mag je vergeten als je er niet veel mee hebt. Maar het gaat even over die tendens. Het gaat even over die beweging door de eeuwen heen. Zien we heel sterk dat we beland zijn in het postmodernisme. Wat de mens centraal zet, individualisme. Maar daarnaast ook zegt, jouw gevoel, dat is belangrijk. Dus niet zozeer waar je in gelooft, dat mag wel. Of wat we kunnen berekenen en wat de biologie zegt. Dat hoef je niet allemaal terzijde te schuiven. Maar uiteindelijk gaat het erom jouw persoonlijke mening, hoe jij de dingen aanvoelt en vindt. Subjectief. Niet meer afhankelijk van een externe standaard, maar jij bent zelf de standaard en jij bepaalt zelf de norm en hoe je je leven inricht. Dit is herkenbaar, denk ik, toch? Dat is heel herkenbaar. Dit is destructief. We kunnen wel zeggen dat misschien er in de periode van geloof en feiten, zeg maar, even te weinig aandacht was voor gevoelens. Absoluut. Want God heeft lichaam, ziel, geest gemaakt en in de ziel zitten ook onze emoties. Nou, ik denk dat jullie al wat lessen van CPC hebben gehad. Maar nu gaat de slinger helemaal door naar de andere kant. En staat het gevoel en jouw subjectieve waarheid centraal. Col Truman, Arjan haalt hem mooi even aan, die zegt daar eigenlijk twee dingen over. Dat is die individuele zelfexpressie en de gevolgen daarvan. Nou, even, ik heb even een fotootje, het is misschien niet zo goed te zien. Maar er is een jongetje in een kruidenierszaak en die is zijn vader aan het helpen. In Lutjebroek ergens. Maar stel je zou aan die jongen vragen, wie ben jij? Wat zou die zeggen? Zoon van de kruidenier. Een jongen. Gaat hetzelfde waarschijnlijk doen als zijn vader. Woont in Lutjebroek. Woont hij de rest van zijn leven ook. Ongeveer. Staat vast. Grofweg. Staat redelijk vast wie dit is en wat hij gaat doen. Dat heeft heel erg te maken met wij. Met cohesie. Met familiestructuren. Met communities. Met zuilen. Het belang van
de tribe of de stam of het dorp, de familie, dat prevaleert boven jouw individuele verlangens en expressie. Je moet je uiteindelijk ergens schikken. Iets prachtigs. Waarbij ruimte natuurlijk hopelijk is en moet zijn voor wie ben jij als mens, voor een stukje ontplooiing. Bart heeft daar vorige keer ook iets over gezegd in de les van het huwelijk. Maar waar we nu zitten, is als je ditzelfde jongetje gaat maar eens vragen op een heel veel deel van de basisscholen. Wat zijn die? Driekwart van de klasse. Ja, wie ben ik eigenlijk? Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten wie ik ben. Is fluïde, is intern. En is uiteindelijk ik. Je moet dat zelf bepalen. Zo verdrietig. Zo verwarrend. Zo moeilijk voor de jonge generatie die nu opgroeit. Want ik geloof dat ze juist behoefte hebben aan duidelijkheid. Aan waarheid. Driekwart van klasse al, hè? Nu, weten wij uit ons netwerk. Driekwart van de klasse, als je het aan ze vraagt, wie ben je, weten ze het niet. En of ze een jongen van mij zijn, weten ze ook niet. Los van het feit dat je ook echt wel die gevoelens kan hebben. Maar het grootste deel is ook sociale besmetting, is ook de cultuur. Kortom, dit is het boek. Ik laat het heel even zien. Ik heb het hier helaas niet, maar je kan het intikken. Dan zou je het zo even kunnen bestellen. Echt een aanrader om gewoon even te proeven wat de tijd is waarin we leven. Het nieuwe denken over zelf. Even datzelfde staatje weer. Ik kan niet te veel zijwegjes pakken, maar hieronder ligt het denken. Of het veranderen van denken, met name door de grote filosofen. Rousseau, degene die ze misschien op school nog hebben gehad, Nietzsche en Freud. Even wat deze mannen even gezegd hebben. Even om de temperatuur van het water te polsen naast hun soms briljante gedachten die ze hadden. Wat Freud zegt is: religieuze praktijken zijn neurotische dwanghandelingen van een mens die niet wil opgroeien. Als ik dit samenvat, wat deze mannen, vrouwen, maar ook vele anderen hebben gezegd, is eigenlijk die traditionele moraal, die bijbelse moraal van man en vrouw samen, alleen trouw, seksualiteiten binnen, gezinnen. Ja, dat is eigenlijk gewoon beknellend. Dat is ziekelijk. Dat is gewoon nooit. Dat hebben wij tegen onszelf gezegd. Daar moeten we ons van bevrijden. Dat is het diepe werk wat deze mannen en vrouwen hebben gedaan vanaf de 17e eeuw. Ik denk, dus ik ben. En dat bepaal ik zelf. En er is geen externe standaard en norm die tegen mij gaat zeggen hoe ik mijn leven in moet richten. En dat ik alleen seks binnen het huwelijk mag hebben. En dat ik niet meerdere vrouwen mag hebben. Of hoe je dat ook wil beleven. Grondwerk, zou je kunnen zeggen, voorbereidend werk, met name in de elitaire klasse, waar deze mannen voorbereidend te werk hebben gedaan voor deze cultuurrevolutie. Even een zijspotje. Nou, het effect is, en ik heb de stage er even bij gepakt, eigenlijk vanaf 1950, 1960, zie je dat het wissel echt omgaat in de samenleving, in het Westen, zeg ik dan heel specifiek. Maar ook aan landen die sterk verwant zijn aan het Westen, zoals Zuid-Afrika, of ook Australië, natuurlijk Amerika, Europa. Is dit het effect? Is het loslaten van die externe standaard? Is uiteindelijk ook God loslaten? En zie je het terug in kerkbezoek, aantal kerken, christelijke partijen, mensen die zichzelf christelijk noemen. Dat is echt aangrijpend. Ik weet nog dat mijn opa en oma, ik liep met hen mee, ik ben 42, ik was jochie van 10, liep wij door Rotterdam. Er was gewoon druk op straat hoor, naar de kerk. Het zat nog redelijk vol hoor, de gereformeerde gemeente aan de boezemsingel. Nou, je moet daar nu eens komen, klein kuddeke. Maar het is aangrijpend. We zijn eraan gewend, hè? Als je door Rotterdam heen rijdt, dat je een gaperij tegenkomt. Of elke zondag is er een feest, hoor, daar, vrijdag, zaterdag. Maar dat was niet zo 50 jaar geleden. Dat was echt niet zo. Dan vind je het eigenlijk normaal, toch? Ja, dat is de samenleving, die ontwikkelt. Ja, je zou kunnen zeggen, die degenereert. Maar het gaat zo snel, onvoorstelbaar hoe snel het gaat. En dit is, denk ik, de uitkomst. Dat in 2018 Nederland, wat altijd het Israël is genoemd van het Westen, nou, wat je ook onder die term verstaat, maar als er een godvrezende, zoekende natie is geweest, is ons land het echt geweest. Maar dat is weg. Dat is echt finito. Dat is er gewoon niet meer. Dan moeten we ook niet meer denken dat we dat nog zijn. Dat is echt weg. Wat we nu zien zijn nog restanten. En het is zoals in Richter 21 vers 25, daar eindigt Richter mee. In die dagen was er geen koning, leiding in Israël en ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Nou, wij hebben wel een regering, gelukkig. Prijs de Heer dat we dan nog hebben. Zijn genade, hè? Dat er toch nog iets van bestuur is.
Want anders zouden we allemaal elkaar de hersens inslaan. Maar het is niet een regering of een land wat God zoekt en wat zijn principes toepast. Dus je kan zeggen, ons morele kompas is weg. Wat zegt, wat is goed en wat is niet goed. En wat er nu nog staat aan de rechtspraak bijvoorbeeld, is echt gefundeerd daarop. Maar ik kan u op een briefje geven. De komende 15 jaar gaat een groot deel van de rechtspraak gaat echt fundamenteel veranderen. Omdat het moraal in de samenleving veranderd is. Door al dat voorbereidende werk van afgelopen honderden jaren. En het wissel is echt omgegaan. Waardoor is het wissel omgegaan? Daar kom ik zo nog even op. Want tegelijkertijd wat je ziet, ik kan niet alles benoemen. Hè? Dus het welvaart speelt hierin ook een rol, maar dan wordt het heel veel vanmiddag. Maar ik wil nog twee dingen van deze cultuurrevolutie noemen. Dat is feminisme en emancipatie van de vrouw. Oké, even goed zitten, zou ik zeggen. Schiet me niet meteen van het podium af. Jullie weten, we zijn groot voorstander van gelijkwaardigheid. En er zijn enorm veel dingen gebeurd in het verleden waarin die rollen op een verkeerde manier werden ingevuld. Onderdrukking. Het is heel hot op dit moment natuurlijk, hè, wat er allemaal gezegd wordt over vrouwen en het ene schandaal naar het andere. Daar praat ik niet over. Daar gaan we voor een gezond Bijbels model. En heeft juist het christendom in deze samenleving iets zo moois gebracht om de rol van de vrouw en de positie van de vrouw te beschermen. Dat is ook wat Jezus deed, hè? Want de religieuze elite ging op een vreselijke manier met hun vrouwen om. Daar ga ik het niet over hebben. Dat staat. Maar dit is iets anders. Dit is echt iets anders. Feminisme is echt iets anders dan een gezonde Bijbelse visie hebben op gelijkwaardigheid en rollen. Wat dit fenomeen, feminisme en emancipatie ten diepste wil, is de einde van de heerschappij van de man. Dus niet een gelijkwaardige, fijne samenwerking, partnership. En we gaan het samen met elkaar vinden. Was het dat maar? Zo zou het wel in onze christelijke huwelijk moeten zijn, hè? Met een goede rolverdeling. Maar het is veel meer. Simone de Beauvoir, grondlegger van het feminisme, je wordt niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt. Het klassieke model van jouw rol als vrouw, jouw plek in de opvoeding, jouw plek naar de kinderen, jouw plek in de samenleving, dat is jou verteld. En daar moet je vanaf, want dat is een leugen. Dat is de diepe waarheid van het feminisme. En ik geloof echt dat het een vloek is, de vloek uit Genesis 3, vers 16, waar God zegt, naar de man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En dat begeren, dat is geen seksuele begeerte. Maar dat is een diepe honger naar autoriteit en om uiteindelijk aan de touwtjes te trekken. En de effect van de man, de reactie van de man, is tot nu toe altijd geweest om dat te onderdrukken. Om daar op een verkeerde manier mee om te gaan. Nou, ik weet, degenen die getrouwd zijn, die kunnen dat wel vertellen. Hoe wel een worstelstrijd dat soms is om samen dat goede rolpatroon van God te implementeren. Maar het is de uitkomst ervan. En in 1965 is het wissel omgegaan op deze thematiek. We can do it. De grote vrouw en de kleine man. Ik laat even nog iets zien. Dit is een rapport van de Rutger Stichting. Wie heeft wel eens gegoogeld op de Rutger Stichting? Niet veel. Ik zou zeggen, doe het eens even een half uurtje. Bid ervoor eerst, voordat je dat gaat doen. En dan zie je in wat voor samenleving we leven. Dit is een rapport van de Rutger Stichting. Het gaat over visie op vaderschap. Geschreven door twee vrouwen met een panel van 5 vrouwen. Zegt iets, hè, over, en natuurlijk het is prachtig om over vaderschap na te denken. Maar even gewoon wat uitspraken. Een meer gelijkmatige zorgverdeling tussen vaders en moeders draagt bij aan gelijke kansen voor zowel vaders en moeders als kinderen. Voor mannen op meer gelijke kansen op hechting met het kind. Amen. Zo belangrijk, heb ik ook moeten leren. Alleen, voor vrouwen op meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt. En, ik zie dat het wat slecht te zien is op de beamer. Zorgende vaders moeten een vanzelfsprekendheid worden, net als werkende moeders. Recent, afgelopen week, minister van Gennep vraagt vrouwen of ze een paar uur meer willen werken. Want als je deeltijd werkt, ben je eigenlijk wel een prinsesje. Dat is eigenlijk een beetje, kom, dat is nep. Ja, ze wil natuurlijk niet iedereen een fulltime, maar dit is de wind die waait, lieve mensen. En natuurlijk, wij zijn niet tegen werkende vrouwen, prachtig, doen. Alleen, als je kijkt naar wat onze core business is, wat onze focus is, en ook als we het over het godvrezende gezin hebben, wat is dan belangrijk? Nog iets anders, hè, dat is dan even dan economisch in onze samenleving. Dat de belastingdruk op een gezin waar 1 verdiener is, hè, dus er kan gewoon een periode zijn dat je zegt, 1 van de 2 is thuis. Ik denk dat het beste is dat de vrouw thuis is als de kinderen zijn. Dat die toch van de Heer de meeste gave heeft gehad om echt jonge kinderen op te groeien. Met de vader en de man daarin en omheen.
als het kan. Hè. Soms kunnen situaties zijn dat niet kan, dat dat anders moet. Maar het standaardmodel. Maar dus je wordt 7 keer tot 7 keer zwaarder belast. Nou, ik weet niet of er 1 verdieners zijn. Dus het is zo'n anti-gezinssamenleving aan het worden. Nou, ik heb dit even bij de SGP vandaan gehaald. He, iemand als Omzicht maakt zich hier ook heel druk over. Maar je ziet gewoon, het kompas is weg om hier het gesprek over te voeren. En men klinkt nog wel ja, het draait nog een klein beetje aan het belastingstelsel. Maar per saldo ben je gewoon zwaar de pier. Als je ervoor kiest om in een periode van je leven veel thuis te zijn bij de kids. Dan word je echt zwaar tekort gedaan. En het is al zo moeilijk om in deze tijd, voor sommigen van ons, om de centjes, om rond te komen. Maar de overheid gaat je daar niet bij helpen. Maar God wel. Getuigenis hoor ik. Amen. Willen we graag straks horen. Broer. Maar ik moet heel erg op de tijd letten. Ik zie dat ik over de tijd ga. Dan even, dit hangt natuurlijk heel sterk samen ook met geboorte. Hè? Met geboortebeperking. Het is onvoorstelbaar als je kijkt naar de wereld. We lopen tegen een andere ramp aan, hè? Zeggen sommige mensen al. Geen overbevolking, maar onderbevolking. Zeker in het Westen. Dat gewoon het ras van de mensen op plekken uit zou sterven. Nou, God zegt hier ook iets over, maar dat is niet het thema van vanmiddag. Een prachtig boekje trouwens op de tafel over visie op geboorteplanning. Ik zou het zeer van harte aanbevelen. Goed. De man. Dus ik had het even over de passiviteit van de vrouw. Of de activiteit van de vrouw. U begrijpt me goed, hoop ik. Hè? Dus dat meer willen zijn en over de man willen heersen. Het lijkt wel alsof de man een soort vergeten is. Zijn oude reactie is vergeten dat hij zegt, doe jij maar, ik zoek mijn eigen weg wel. Ik ga mijn gangetje wel en eigenlijk een terugtrekkende passieve beweging. En met name ontbrekend leiderschap. Ik vind het echt een groot punt. Wij vinden het hier ook echt een groot punt. Zo weinig mannen. Vroeger was je als 13e al man, hè. En dan was je al luitenant op een VOC-schip. 13, 14. Zie je zo gaan? Goed, ik zeg ook niet dat we die cultuur op deze cultuur kunnen plakken. Maar Eva, als je 25 bent, dan doe je gewoon nog een studie. En dan, misschien eens een keer een serieuze relatie. En dat is best ernstig. En ik weet, hier zitten die mannen niet, hoop ik. Maar zo wat wij zien in de samenleving. Dat gewoon mannen die rond een 18, 29 klaar zijn om gewoon volwaardig in de maatschappij te participeren. Leiding te geven, zichzelf goed te kunnen onderhouden. Een taak in de kerk te doen. Er is zo'n gebrek aan leiders, ook in de kerk. Maar ook om een vrouw samen met een vrouw op te trekken en op het huwelijk voor te bereiden en samen een huwelijk te stappen. Dat is een grote nood. Echt een grote nood. Goed. Dus even wat zaken die cultuur van ons, die cultuur van het Westen, zo hebben veranderd. Wil je iets zeggen, Arjan, of niet? Nou, we moeten eerst zo nog pauzeren. Dus ja. Ik weet niet hoe lang je nog... Lang... Mijn voorstel zou zijn om... Geef me nog 5 minuten. Ja. Mag dat? Wat daar overheen is gekomen, zou je kunnen zeggen, of tussendoor is gekomen, of eigenlijk is het blik open gegaan, is de seksuele revolutie. Vanaf 1950, waarbij de heersende moraal echt compleet is weggevaagd. En waar dingen die eigenlijk algemeen geaccepteerd waren, die doe je niet, die doen we nu wel. En deze man, Alfred Kinsey, seksuoloog, boek geschreven, Sexual Behavior of Men, 300.000 exemplaren, ging in 1 keer over de toonbank, heeft echt het wissel opengezet van eigenlijk... Doe wat je wilt. Ingehouden seksuele verlangens zijn schadelijk. En hij zegt, het grote probleem is dat de vader... Het is eigenlijk de traditionele rollenpatroon en huwelijk. Dat moet aan de kant, zodat je zelf je seksualiteit kan beleven als je wil. Hij is ook een van de founding fathers, de grondleggers geweest van de porno-industrie. Met Hugh Hefner. Deze twee mannen kennen elkaar erg goed. Nou, met zijn destructieve gevolgen voor mannen, maar ook vrouwen. En wat je eigenlijk ziet, is dat de uitkomst is dat we... Dit wordt jullie wel toegestuurd, is dat we dus door de jaren heen zitten met een afbraak van moraal. Allerlei dingen die voorheen onbedenkbaar zijn, nu mogelijk zijn. En uiteindelijk zitten we dus met dat je kan kiezen dat je geen man of een vrouw meer, maar een X in je paspoort. Komt voort uit deze cultuurrevolutie en deze seksuele revolutie van de afbraak van de klassieke Bijbelse waarden. Ik ga even door. Maar niet alleen op Nederland niveau, dit zit echt hoog. World Health Organization, voor jullie beeld, is 780 miljoen aan genderprogramma's in Afghanistan uitgegeven, tot en met een gay parade in Kandahar. Iemand heeft de analyse getrokken. Het is niet zo raar dat die omslag en de Amerikanen het land uitschoppen en de westerse coalitie misschien ook daar wat te maken heeft.
Als je dit in een islamitische omgeving met sterke normen en waarden wil implementeren, stuit het op zeer veel weerstand. Sommige dingen zijn te ranzig om te lezen, maar ze zijn wel waar. Tot en met het laten stimuleren van seksuele gevoelens van vierjarige kinderen op World Health Organization. Tik het maar in. Dus dat is gewoon een van de hoogste organen binnen de VN of in de wereld, die dus onze regionale en lokale overheden adviseren. En uiteindelijk met de Rutger Stichting als hele belangrijke spreekbuis over lesmateriaal en eigenlijk hun volledig door de overheid gesubsidieerde propaganda rondom wat je voelt, dat ben je. En exploreer zoals je zelf bent en de klassieke waarden zijn er eigenlijk niet meer. Goed, verandering van woorden met allerlei effecten. Gezinsdefinitie. Het gezin is divers en is overal waar mensen verantwoordelijk voor zijn. Terwijl dat in 1960 was een echtpaar met eigen ongehuwde thuiswonende kinderen onder één dak een gezamenlijk doofmaaltijd gebruiken. Dat was de definitie. We zijn 70 jaar verder. Eigenlijk zeggen we, het is er niet meer. Het is maar hoe jij het zelf wil samenstellen. Wat voor samenleving komen we terecht? Voorbeelden van social media. Hechting onder druk door, dit is een heel mooi boek, dat heb ik hier. Laat je kind niet los. Waardoor allerlei ontwikkelingen, de hechting tussen ouder en kind, gewoon enorm onder druk staat. Individualisering gestimuleerd wordt. Dit is geen christelijk boek. Maar het laat wel heel duidelijk zien wat er in onze samenleving aan de hand is. Met name onder suïcide onder jonge meisjes. En kinderen onder 12 jaar die volledig ontsporen. Nou, ik moet het even afmaken, anders dan kan ik mijn brug straks niet maken. Maar uiteindelijk zien we dat er een geestelijk decor achter zit. Satan wil maar één ding en dat is het concept en de visie van God kapot. Dus het is niet alleen een horizontale beweging, het is een verticale beweging. Het is een opstand tegen God en zijn concept. En wat zijn strategie is, maakt de mens los van God. Verbind hem aan zichzelf, aan zijn gevoel. Laat hem denken dat hij zelf op de troon zit. Zelf kan beslissen, zelf zijn morele grenzen kan aangeven. En dan krijgen we dit. Dit is de samenleving waarin wij leven. Waarin 2 Timotheus 3, vers 2, echt in wasdom of in aanzijn komt. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. En mensen laten zich steeds minder makkelijk bijsturen. Ook niet met Gods woord. Dit is echt waar. Ik ben opgegroeid met de bereiden op psalmen. Wie God verlaat, heeft echt smart op smart te vrezen. Het leed in de samenleving, de gebrokenheid in de samenleving door deze ontwikkeling is onbeschrijfelijk. En wat wij doen is in de Tweede Kamer, het politiek niveau, is proberen aan de achterkant de symptomen te bestrijden. Maar we hebben een probleem aan de voorkant. Een geestelijk probleem. Ik weet niet of jullie mediawijsheid kennen, heeft een onderzoek gepresteerd, dan ben ik klaar. Onder Revo-jongeren, nou misschien zit ik niet in de Revo-hoek, maar wat meer in de evangelische hoek. Het is erger dan in de wereld. Op een aantal punten in dat onderzoek. Dit gaat over welke beelden zij delen en welke type pornografie ze kijken, et cetera. Het is echt een heel uitgebreid onderzoek. Het is bizar wat ze dus concluderen. Het is erger soms dan het in de wereld is, in de kerk. Dus dit is de cultuur anno 2023. Wat is het vandaag, 11 maart? Waarin we leven met elkaar. En waarin we zoeken om staande te blijven. Maar het is wel ernstig. Het is niet makkelijk. En gelukkig, en daar gaan we zo mee verder, is er een antwoord. Want dat vond ik het meest aangrijpende. Het rapport van Mediawijsheid en ook de commentaar in het ED, waar uiteindelijk er zijn veel vragen, maar er is geen oplossing. Dat vond ik nog het ergste. Dan denk ik, het evangelie overleeft alle eeuwen. En het concept van God, van het gezin en het huwelijk, zal er altijd blijven bestaan. En zouden wij dan zeggen, we hangen de harp in de Wilgerskerk? Dat is toch onbestaanbaar? En ik geloof daar niet in hoor. Ik geloof echt dat God een antwoord heeft voor ons, voor onze gezinnen, voor onze huwelijken en ook voor de rest van onze samenleving. En laten we daar echt ons op richten.